vernietiging van Israël beoogt. Ik zie een vraag. Interruptie van de heer Van den Burg van de VVD. Ja, voorzitter, want net was er een discussie tussen een aantal leden en de heer Vermeer, die inmiddels weg is, omdat hij een vergelijk maakte tussen datgene wat er gebeurt in Gaza en datgene wat er gebeurt in Oekraïne. Doet de heer De Roo nu hetzelfde door zijn vergelijk te maken tussen Israël en Oekraïne? Ziet de heer De Roon het conflict in Israël, Gaza, als hetzelfde als Oekraïne-Rusland? Nee, dat is natuurlijk niet hetzelfde. Maar wat wel aan de orde is, de vraag die ik nu stel, als je Oekraïne de gelegenheid stelt en steunt daarin dat het die terreur die zij ondergaan, dat ze daar met alle middelen zich tegen verzetten, daartegen opkomen, dan zou je, wat mij betreft, dat ook aan de rechtsstaat Israël moeten toekennen, dat recht. En we hebben het niet alleen dan in mijn visie op die Gaza-oorlog, maar ook over die jarenlang honderden raketten willekeurig afschieten door Hamas op de burgers van Israël. Daar is Israël altijd eigenlijk heel terughoudend in geweest, min of meer gedwongen, naar mijn idee, door de internationale gemeenschap. Maar er is nu een punt bereikt, en dat kan ik heel goed begrijpen, dat Israël heeft gezegd, nu moet het echt afgelopen zijn, dat wat Hamas doet. En dus moeten we Hamas ontmantelen. Geef ons daarvoor de vrije hand. Uiteraard moeten wij in de gaten blijven houden dat het allemaal binnen de regels van het recht gebeurt. En als dat niet zo is, dan moeten we Israël daarop aanspreken. Maar zomaar zeggen, er moet een staakt het vuren komen. Ja, graag als het kan, maar niet zolang één of twee partijen het eigenlijk niet willen. De heer Van den Burg. Ja, voorzitter, als de heer De Roon consequent is in zijn lijn, dan betekent dat dus dat de PVV het ook terecht vindt dat Oekraïne in Rusland overgaat tot bombarderen van strategische posities, omdat zij op die manier probeert de agressor van zich af te houden. Klopt het dat de PVV het terecht vindt dat Oekraïne ook in Rusland optreedt tegen de agressor die vanuit Rusland Oekraïne aanvalt? Nou, dat is rechtens zeker toegestaan. Er is geen twijfel over mogelijk. Dus het antwoord op uw vraag is, dat is rechtens toegestaan. Een andere vraag is, waar leidt dat toe? Is het verstandig? Maar dat vraagt u mij niet. Maar ik kan er wel dit van zeggen. Oekraïne zal dat gaan doen. Er is al een zekere mate van toestemming van sommige leveranciers van de wapens waarmee dat kan gebeuren. We zullen zien hoe het uitpakt en waar dat toe leidt. Ik hou daar nog wel mijn hart over vast, maar meer kan ik er op dit moment ook niet over zeggen. De heer Van den Burg. Ja, voorzitter, en is de heer De Roon het dan ook met BBB en in ieder geval ook de VVD eens dat wapens door Nederland geleverd ook ingezet mogen worden binnen de grenzen van Rusland? De heer De Roon. In principe zou je ja kunnen zeggen, maar ik wil daar toch wel eerst ook eventjes de visie van de regering op vernemen. Want ik kan niet overzien welke consequenties er wellicht zijn die ik nu niet ken, waar ik geen zicht op heb. En daar heb ik echt ook informatie van de regering voor nodig. En misschien dat de minister daar dadelijk al iets over wil zeggen. En anders op een later moment komt dat nog wel weer aan de orde. Komt er natuurlijk in ieder geval aan de orde zodra dat datgene waar u over spreekt zich daadwerkelijk voltrekt. De heer Van den Burg. Ja, voorzitter, dat is bijzonder. Want als het gaat om Israël en Gaza, is de heer De Roon namens de PVV behoorlijk rechtlijnig in zijn redenering, die ik als redeneringslijn kan volgen. Maar dan zou u dezelfde redenering moeten voeren als het gaat om het door u opgebrachte vergelijk met Oekraïne en Rusland. En zou het dus zo moeten zijn dat u ook vindt dat wapens ingezet moeten kunnen worden. Want u zegt, er mag gevochten worden door Oekraïne in Rusland. Als je vecht in Rusland als Oekraïne, dan doe je dat met wapens. En dan doe je dat ook met de wapens door ons geleverd. En zoals ook door de heer Vermeer betoogd, op het moment dat je wapens geeft aan een bevriend land, dat was letterlijk wat de heer Vermeer zei, dan moet je dat ook doen zonder de daarbij behorende voorwaarden. Bent u het daarmee eens met de lijn van de heer Vermeer of wijkt u af van het standpunt van de heer Vermeer aangaande Oekraïne? Nee, ik wijk niet af. Ik zeg alleen, ik wil graag eerst iets van de regering over hoe zij dat inschatten, hoe zij dat taxeren en welke gevolgen zij zien. En dan kan ik er ook beter en zinniger een uitspraak over doen. Ik ga niet nu al zeggen, alles wat je rechtens mag doen, dat is ook een goede zaak en dat moeten wij ook ondersteunen. Dat kan ik niet.
De heer Van den Burg is nu door de interrupties heen. Dus dat betekent dat de heer de Roon in de gelegenheid wordt gesteld om zijn betoog te vervolgen.